Gesteld dat jullie in de pauze nu elkaar tegenkomen en jullie denken, nou die colleges van die man, dat is toch wel een beetje warrig. En je komt mij tegen en ik ben heel enthousiast en ik zeg, goh, wat vond je van mijn college? En je wilt tegen mij zeggen, meneer Henkema, ik vind ze warrig. Ik hoop dat we het erover eens zijn dat dit een gezichtsbedreigende actie is. En die is gezichtsbedreigend, zowel voor mij, want je moet mij een negatieve boodschap brengen, als voor jouzelf, want je plaatst jezelf in een kwetsbare situatie, namelijk door iets onprettigs over mijn colleges te zeggen. Ja, is dat duidelijk? Dus het gaat niet om dat je mij gaat beledigen of wat dan ook. Nee, het gaat erom dat de gezichten van beide mensen gevaar lopen. Want normaal heb je een enigszins geanimeerde hoogleraar-student relatie. Hoe zou je dat nou tegen mij zeggen? Probeer dat eens op te schrijven voor jezelf. Ik vraag je echt in de pauze, wat vond je van mijn colleges? En je vindt ze echt wat warrig. En wat zou je dan zeggen? Een formulering kiezen. Je kent mij nu een paar keer, zal ik maar zeggen. Zo intiem zijn we niet met elkaar. Je kunt niet zeggen, nou Jan, ja, om je de waarheid te zeggen. Hè, zo goed kennen we elkaar niet, dus je moet een beetje afstand houden, beleefdheid in de klassieke zin. Maar hoe zou je dat formuleren? Ja, mag ik eens een voorbeeldformulering? Ik zie daar iemand dan kijken van ja, ik heb een goede formulering, ja? Het was zeer interessant, maar sommige onderwerpen verwarren me enigszins. Ja, het was zeer interessant, maar sommige onderwerpen verwarden mij enigszins. Ja? Zullen we er eentje nemen en dan kijken wat de overeenkomsten zijn? Heeft iemand nog een hele andere? Veel verschillende dingen in, voor, zeg maar, in de college. Dus dat er veel verschillende onderwerpen voorkomen. Er komen erg veel verschillende onderwerpen in voor. Zien we dat dat een hele andere formulering is? Nou, we kunnen nog wel 10 of 15 nemen, maar er zijn mensen geweest die alle strategieën om een gezichtsbedreigende handeling te verrichten, verbaal, die hebben ze in kaart gebracht. En dat zijn de volgende mensen. Het is waard om dat te onthouden. Ze staan natuurlijk ook in het boek. Deze hadden we toen al gehad. Deze ook. Die komt ook. Met deze mensen bedoel ik. Penelope Brown en Stephen Levinson. En die hadden 5 strategieën. Ik begin bovenaan. Je kunt het doen zonder, dat noemen we maar even, gezichtsbescherming. In het Engels heet dat facekeeping. Dat klinkt eigenlijk mooier dan gezichtsbescherming. Dan denk je aan pleisters en noem maar op. Maar gezichtsbescherming bedoelen we natuurlijk de Japanse betekenis van gezicht. Ja, je gezicht verliezen. Je kunt dus zeggen, maar denk maar, die colleges zijn warrig. Dan heb je dus helemaal geen beleefdheid in acht genomen in de betekenis die er door Brown en Levinson aangegeven worden. Dus die. Maar je kunt het ook doen op de tweede manier, een positieve beleefdheid. En dat is wat 2 mensen deden. Die zeiden, uw colleges zijn wel aardig of interessant of goed, maar sommige zaken begreep ik niet helemaal. Ja? Dus die geven eerst een complimentje en zeggen daarna wat ze eigenlijk vinden. Wat zou nou negatieve beleefdheid zijn? Heeft iemand ook een soort negatieve beleefdheid? En negatief betekent dus, het woord is wat verwarrend hoor, negatief betekent dat je niet te dicht in mijn aura komt als het ware. Dat je een beetje afstand houdt. Ja, 2 voorbeelden? Ja. Ik denk dat meer aan de persoonlijkheid van, sorry meneer, het zal aan mij liggen, maar ik moet het niet. Ja, sorry, het zal wel aan mij liggen, maar ik begrijp het niet helemaal. Had jij ook zoiets? Ja. En dat sorry betekent dat je jezelf wat wegdrukt, zodat je de ander wat meer vrijheid geeft. Is dat te volgen? Ja? Dat is dus de 3e strategie. En nog was het mooi. Ja, nog een vraag? Heb je een andere keer van negatieve negatieve? Even kijken hoor. Meestal begint dat met iets als een verontschuldiging. Je had ook kunnen zeggen, ja, het is dat u het mij vraagt. Ik had er liever niks over gezegd. Maar nu u het toch vraagt. Dus je komt in de verontschuldigende sfeer uit. Ja? Standaard is ook, sorry dat ik u stoor, maar. Of, sorry, weet jij hoe laat het is? En dat is de, en dat noemt men negatieve, maar dat woord is niet helemaal correct daarin. Dat is meer afstand houden. Ja. Ik kan het ook
doen op de vierde manier en dat is niet herkenbaar. En zien we dat dat derde voorbeeld zo net, ach meneer Renkema, er zijn wel heel veel verschillende onderwerpen die u behandelt, zien we dat die, dat een strategie is waarin je het niet herkenbaar maakt. In termen van geld lenen, want ik zie dat mensen dat niet begrijpen, kan ik zeggen, sorry hoor dat ik je stoor, maar mag ik even een paar euro van jou lenen, want ik ben mijn portemonnee kwijt. Dat is negatief. Positief is, aan jou durf ik het wel te vragen, jij lijkt mij zo aardig, mag ik een paar euro van jou? En als ik dat niet herkenbaar doe, kan ik naar jou toe gaan en zeggen, ik heb geen geld bij me. Hetgeen, qua elocutie, kennen we die term nog, kan betekenen, mag ik geld van jou lenen? Ja? Een ander kan natuurlijk zeggen, ja, dat is jammer voor jou, maar zo werkt taal niet. Taal werkt dan als volgt, en dan zeg je, waarom wordt dat gezegd? Maxima van kwantiteit, kwaliteit, relevantie, al die zaken spelen een rol. Iemand zegt niet zomaar, ik heb geen portemonnee bij me. Die zou wel bedoelen, mag ik geld van je lenen? En iemand zegt niet zomaar, u hebt wel heel veel verschillende onderwerpen op uw college. Daar moet hij wat mee bedoelen, dan zal hij wel bedoelen dat het warrig is. Nou, de vijfde strategie bestaat ook altijd en dat is helemaal niets zeggen. Ja, is dat te volgen? Maar dan heb je natuurlijk, dan ben je qua communicatie mislukt. Dus gesteld dat ik in de pauze vraag van, oh wat vond je van mijn colleges? Hoe slaag je er dan in om niets te zeggen? En nou moeten jullie even goed nadenken. Ik vraag het jullie, zeg wat vond je eigenlijk van het college? Je mag geen, je vindt mijn colleges warrig, hè? Dat moeilijke situatiemoment heb je. Hoe kun je dan die vijfde strategie toepassen? Ja? De dia's waren erg mooi. Ja, heel goed. En wat kan ik daaruit afleiden? Nou, let even op de conversationele implicatuur. Gesteld dat ik je vraag, wat vond je van mijn colleges? En je zegt, de dia's waren erg mooi. Zien we wat er dan gebeurt? En zo werken die maximen dus. Want daaruit kun je afleiden. Ja, waarom begint die studenten nou zomaar over dia's? Kennelijk durf ze iets anders niet zeggen. Dus zal ze dat college wel niet zo goed vinden. Dus er zijn ook mensen die zeggen, ja, je kunt, herinneren wij ons dat nog, je kunt niet communiceren. Je doet altijd iets daarin. Als je iemand nou weg zou lopen, gesteld ik vraag het jou, je durft het echt niet zeggen en je loopt weg. Zien we dat je dan hetzelfde effect hebt? Dus wij zitten, zeggen filosofen, gevangen in onze communicatiepatronen. Ja, dus het is nog veel erger dan handelingen verrichten. Wij zitten gevangen in elkaars patroon om elkaars gezicht in de communicatie in stand te houden. Ja, is dit zo te volgen? En het is erg belangrijk dat dat blijft doorspelen ook bij analyses die we krijgen. Ik geef nog een ander voorbeeld, een heel ander voorbeeld. Ik neem aan, deze even qua herhaling van die euro's. Recht toe, recht aan is, leen mij iets. Positief is, aan jou durf ik het wel te vragen. Gezichtsbescherming is, sorry. Niet herkenbaar is, ik ben mijn portemonnee kwijt. En hier hoef je niks te zeggen, want je had zelf de actie. Je had zelf geen reactie, zoals bij Sonet, bij het college. En dan hoef je inderdaad helemaal niets te zeggen.